Fons Groenendijk, dit was een andere koek. Ja, je bedoelt de tegenstander. Ja, en hoe jullie speelden. Ja, nou, van woensdag vond ik het heel goed. En ja, nu was het niet zuiver genoeg, niet snel genoeg. En ja, we zijn niet echt, denk ik, bezig geweest met een hele goede wedstrijd. En ja, dat is wel zo, dat klopt. Hoe komt dat? Ja, misschien hier en daar ook wat vermoeidheid. Vanmorgen nog een zware training afgewerkt. Ik zag wel aan bepaalde spelers die nog stappen moeten maken conditioneel, zag ik wel dat ze vermoeid raakten. Dat gaat ten koste van de zuiverheid. Ja, dat is ook voorbereiding. Hè. Je moet soms wel eens ergens doorheen om stappen te maken. En ja, goed, ik ga daar niet heel veel woorden aan vuil maken. Het was niet de beste wedstrijd van het trainingskamp. Ja, het zei ze. Dan breekt de 34e minuut aan. Op verzoek van jullie wordt de wedstrijd stilgelegd. Applaus. Hoe ondervind je dat? Ja, hoe ondervind je dat? Ik heb daar met de rilling op mijn rug gestaan. Ik heb vanmiddag nog uitgebreid gesproken met Herman Arendsen, de teammanager van Jong Ajax. Dat is een grote vriend van me. Ja, die heeft mij de situatie omschreven zoals die nu is op de toekomst. Ja, iedereen weet wel dat ik daar een aantal jaren heb gewerkt. En ja, dat raakt me. Dat is zeer, zeer emotioneel. Als je hoort wat daar zich afspeelt nu. Ja, het is een tragedie. En ja, dan is het een gebaar wat je wil maken om medeleven te tonen. En ja, het is een immens groot verdriet voor iedereen. Ik sprak zojuist Geraldo Becker, die hem goed kende, zijn broers ook. Ik vind het knap dat hij nog gespeeld heeft. Ja, Geraldo komt ook van de toekomst, dat is bekend. Ja, iedereen kent elkaar daar. Hè. Dat is een voetbalbedrijf waar alles door elkaar heen loopt, van jong tot oud. En van jong tot oud is ook geraakt. En dat is logisch. Het is een jongen waar iedereen van houdt. En ja, dit had nooit mogen gebeuren. Dat plaatst zo'n trainingskamp ook in een heel ander perspectief, hè? Ja, tuurlijk. Dus toch een week van uiterste. Het begon al natuurlijk ook met Sylvia Nooy, die ook een van ons is. Ook veel te jong, 32. Dus dat zijn toch dingen die zetten je aan het denken. En daarom kan ik een mindere wedstrijd zoals deze ook wel een plek geven. Maakt eigenlijk niet uit, 13-1, 3-1? Nee, eigenlijk niet. En ik moet zeggen, ik heb ook de jonge jongens in het hotel een compliment gemaakt. Hoe zij zich manifesteren deze week, dat brengt dan weer een grote glimlach bij mij teweeg. En ja, voor de rest hebben we goed kunnen werken hier in een prachtige accommodatie. Alles was perfect verzorgd. En ja, we zijn ook goed aan het trainen geweest. Dus ja, ik ga dan van deze wedstrijd niet een al te groot probleem maken. Hoe sluit je de week af? Je moet nog één keer trainen, dan ga je terug naar Den Haag. Hoe heb je het ondervonden deze dagen? Ja, wat ik zeg, een week van uiterste. Goede week met ook ja, dingen die je dan als mens aan het nadenken zet. En dat heb ik ook gezien in de groep. Dus ook, zijn ook goede jongens die wij hebben. En ja, je bent nou weer 3 weken onderweg met elkaar. En natuurlijk weten we allemaal dat er nog wat moet gebeuren. En dat gaat ook gebeuren, maar... Ja, wat ik zeg, goed trainingskamp, morgen nog training en dan na de lunch naar huis en dan zondag vrij. Je zegt dat gaat ook gebeuren, dat geeft mij het gevoel dat je iets meer weet. Nee hoor, nee, absoluut niet, maar het is wel natuurlijk logisch. Ja, ik ben wel een trainer die jonge jongens wil belonen. Dit zijn allemaal jongens die net uit die jonkies komen uit de amateurs, die maken vanavond weer het verschil. En ik ben wel een trainer die daar naar kijkt en die ook wel jeugd een kans geeft, zo sta ik ook wel bekend. Dus ja, als zij zich echt zo blijven aandienen, ja, dan ga ik daar ook wel uit putten. Dat lijkt me logisch. Ik wil er één uithalen tot slot. Mats van Kinst, dat is smullen, hè? Ja, iedere wedstrijd heeft hij wel zulke momenten. Die zijn voor de fijnproevers, zeg ik altijd maar. Hoe hij vanavond de goal maakt, ja, dat verraadt klasse. En ja, wat ik zeg, dat zijn jongens waar iedereen wel van kan genieten, inderdaad. Ja, en ik ook. Want dan zit ik toch weer met een grijns op de bank en... Ik ben blij dat hij dat gedaan heeft.